De World Press fototentoonstelling is weer in Groningen. De tentoonstelling toont de winnende foto's van de beroemde wedstrijd. Vanmiddag werd de laatste hand gelegd aan het inrichten van de expositie. De tentoonstelling wordt sinds 4 jaar georganiseerd door een aantal enthousiaste studenten die zich verenigd hebben in de stichting World Press Foto. Vanavond om 8 uur is de opening in de A-kerk. De foto's zijn verdeeld in verschillende categorieën die alle aspecten van het menselijk bestaan belichten. Het is natuurlijk een heel mooi medium om heel veel mensen over de hele wereld, omdat je het kunt reproduceren, te laten zien hoe het ervoor staat in de wereld. Wat is er bijzonder aan een persfoto? Ik denk dat je gewoon met één beeld meteen een heel verhaal vertelt eigenlijk. Een goede persfoto doet dat. De foto van de Amerikaan Spencer Platt is uitgeroepen tot foto van het jaar. De foto is genomen op 15 augustus 2006, net na de bombardementen van de Israëli's. De foto toont een aantal Libanese jongeren die door een getroffen wijk in het zuiden van Beirut rijden. Het is een hele andere foto eigenlijk dan de winnaars van de voorgaande jaren, de grote hoofdwinnaars. En het is ook een foto die je in eerste instantie op het verkeerde been zet. Want in de eerste instantie denk je dat het hier gaat om mensen die een soort ramptoerist spelen en met een mobieltje langs allemaal kapotgeschoten huizen rijden en daar een beetje foto's van gaan zitten maken. En als je dan meer erin verdiept en achtergronden erover leest, dan kom je erachter dat het mensen zijn die naar hun eigen kapotgeschoten huis kijken. En dat is ook iets heel moois wat persfotografie kan doen. Mensen het ene beeld geven terwijl er misschien een heel ander verhaal achter zit. De reizende tentoonstelling doet 90 steden aan en is in Groningen tot 2 december te zien.